Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met wereldse gebeurtenissen, een filmpje 143. Kijken of het echt goed is. Dit is een snel filmpje, want volgens mij willen jullie wel eventjes van mij weten, een beetje een, ja, 143. Eventjes een update, even een snelle update. Morgen ga ik wel eventjes nieuwe filmpjes maken die misschien ook wat langer zijn. En misschien vinden jullie juist dit korte filmpje wel heel leuk. Nou, zo'n persconferentie, daar hebben we dus echt helemaal niks aan gehad, hè? Ik niet. Ik heb niet iets gehoord waarvan ik schrik en denk van, oh, man. Nee, dat stelt nog niks voor, eigenlijk, moet ik zeggen. Dat denk ik. Moeten we het daar nou mee doen? Mondkapjes anderhalve meter en we mogen niet naar het zwembad. Nou. Er circuleert een filmpje van mij op Facebook. Die kan ik zelf niet delen, want dan word ik echt geblokkeerd. Maar ook op Telegram, waarin ik vertel wat ik dus allemaal niet doe. Nou, dat is inderdaad niet naar de sauna en niet naar het zwembad, om bepaalde redenen. Nou, dus als daar alleen gevaccineerde mensen mogen komen, nou, zo zij het, ga lekker zwemmen, zou ik zeggen. Sneu voor de ondernemers in de saunabranche, want die missen gewoon de helft van de bezoekers. De maatregelen gaan nog steeds verder. 12 november, geloof ik, hebben ze weer een persconferentie. Maar ik ga jullie binnenkort ook iets meer vertellen dat dit maar peanut is. Jongens, dit stelt niks voor. En je kan je wel. Ja, tot het moment dat inderdaad die werkgever zegt van ik moet jouw QR-code zien. Maar dan gaan we met de wetgeving bezig. Jurie Platen, Jeroen, alle andere mensen, die hebben daar allemaal oplossingen voor. En dan moet je dus aan de bak. Vroeger dan ging je in de loopgraven met de geweren aan de bak. Nu gaan wij dus met de pen, de e-mail, typemachine. Je weet het wel. Dan moet je echt aan de slag, want dat heet in verzet komen tegen maatregelen. Wat ik zei, vroeger, daar is Leeuwarden, daar zijn hele films over gemaakt. Wat het verzet daar deed. Wij hebben nu een ander soort oorlog en we moeten dus op een andere manier moeten wij zorgen dat wij ons laten horen, maar nu nog niet op gepaste wijze. Demonstreren helpt niet. Het helpt alleen maar de andere kant om te laten zien hoe erg die mensen die niet gevaccineerd zijn, wel niet zijn. Niet doen. Lieverds niet doen. Helpt niks. Wat helpt wel? Ik krijg net een bericht van een lieverd. En daar gaat niet goed mee. En ik heb meer mensen in mijn omgeving waar het niet goed mee gaat. En dat is waar wij absoluut energie naartoe moeten sturen. Als jij, zoals wat ik nu ook krijg, een berichtje krijgt van het gaat hier even niet goed. Steek een kaars aan. Op dit moment, dan vraag ik ook de engelen, aartsengel Raphaël, ga daar naartoe. Dus daar gaat een gedeelte energie naar het ziekenhuis en daar gaat een gedeelte energie naar het ziekenhuis. Het is een moeilijke tijd waarin wij leven. En wat wij kunnen doen is kaarsjes branden, zoveel mogelijk. En visualiseren dat dat licht en die liefde verbonden is met engelenenergie, spiritenergie, godenergie. En dat je ook bedenkt dat dat fladdert en vliegt naar degene toe die dat nodig zijn. Alleen al die gedachten, die connectie die je maakt. Ik sta naast je, ik ben bij je. Aan de andere kant ook. Ik sta naast jullie, ik ben bij jullie. Dat is belangrijk dat we dat voor elkaar en met elkaar doen. Dat wij dan een mondkapje op moeten. Als jij die strijd niet wilt aangaan, dan doe je die mooi op. Wij weten allemaal de gevolgen ervan. Pasjes voor Vrijheid was even uit de lucht, die is weer in de lucht. En ik kan gewoon zeggen, ik heb ontheffing. Anders laat je je diplomatieke paspoort zien. En heb je dat allemaal niet, dan kom je in actie. Het is niet de tijd om stil te zitten. Het is de tijd om op een vreedzame, goede wijze te gaan bedenken wat jij kan doen, mocht jouw baas met een QR-code komen. Het mag wettelijk gezien
niet. Ik vraag me ook af of ze dat er snel door krijgen, maar andere Europese landen hebben het al. Dus, maar, er is nog een maar. Eigenlijk moeten we naar een groter plaatje gaan kijken. Volgende week, woensdag, heb ik een speciale Zoom-meeting waarin ik dieper op dat onderwerp inga en waar ik ook dingen vertel die ik nu niet vertel. Want jij wilt misschien wel alles weten, maar als puntje bepaald komt, had je het misschien liever niet geweten. Wat belangrijk is, is dat je het grotere plaatje gaat bekijken. Waar de wereld in zit. Het grotere transformatieplaatje. En dan komt er in één keer zo'n bericht langs van een kind wat vermist was in Australië. En dan denk ik, volgens mij was hier van de week ook twee kinderen, jonge pubers, die waren hier ook vermist. En daar is niet een uitgebreide rapportage van geweest op het nieuws. En waarom dit kind in Australië wel? Nou, dat zijn van die zaken dat je denkt van, oké, wat is hier aan de hand? Want dat is dus niet een bericht van een kind wat vermist is. Dat is dus een bericht, een codebericht van dit of dat was dicht, is gesloten en is weer open. Dat zijn bepaalde berichten die gewoon, ja, je denkt, oh, wat fijn, zo'n kindje is gered. Wat fijn. Oh, nou, nee, dat doet er helemaal niet ter zake. Dat is gewoon in elkaar gezet, omdat het een codeboodschap is. Dat is, nu zie je ook weer, vanaf nu tot eind van het jaar, zie je ook allemaal van die prachtige, grootogige, vaak bruine kinderen. Ja, sorry jongens, het zijn vaak bruine kindertjes. Met z'n opneuzen. En die vaccinaties. En dat je daar even een kaarsje voor moet doneren. Nou jongens, doe alsjeblieft verstandig. Ja, is dat mooi hè? Kunnen ze me er niet op aanvallen. Doe wat je verstand, niet je gevoel. Stuur licht en liefde naar die kinderen toe. En doe voor de rest alsjeblieft niks. Ze hebben alles al. Dan hoeven ze niet meer te hebben. Let op de Mandela-effecten. Ik ben ook, Sven had er ook weer eentje zaterdag. Ik denk van, waar heeft hij het nou over? Toen vroeg ik Sven helemaal. Ik zei, is dat een Mandela-effect? Ja, zei hij. Oké. Tutankhamon. Hij had een cobra op zijn masker. Nou, ga maar kijken. Goed, ik vind nog steeds dat seks in de city was. Niet seks en de city. Nou, dat zijn van die dingen. Update. De wolken zijn raar. De lucht is raar. La Palma is raar. Het is een rare wereld waarin we leven. Maak foto's van de luchten. Deel ze op Telegram. Dan zeg ik er wat van. Niet op Facebook. Op Telegram. Op de VIP-groep zeg ik iets meer dan op de andere groep. Waarom? Omdat daar verschil in zit. En jij mag ook VIP worden. Kost 4,99 per maand. En dan krijg je elke dag een live filmpje. Behalve in het weekend. En behalve wanneer ik het vergeet. Dat is één keer in de week ongeveer. Maar je krijgt in ieder geval meer filmpjes. Moeten we ons zorgen gaan maken over onze toekomst? De dag van morgen is nog ver weg. En de dag van vandaag mogen we nu in het hier en nu beleven. Zorg ervoor dat jij in het hier en nu van vandaag gelukkig bent. Dat is belangrijk. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Wat kan je doen om in het hier en nu van vandaag, als ik hier zit mijn filmpje op te nemen, ben ik gelukkig. Als ik ga bedenken wat er allemaal in de toekomst zou kunnen gebeuren, nou, dan zou nu al diep ongelukkig worden. Want ik vertel net, daar een ziekenhuis en daar een ziekenhuis. Als ik daar scenario's van in mijn hoofd ga halen van wat daar allemaal uit kan komen, dan word ik gek. Dus ik blijf in mijn hier en nu. En nee, ik ga het niet uit de weg. Want als het jezelf betreft, dan moet je concrete stappen maken. Maar ik ben in het hier en nu van nu gelukkig. Mijn kind is mooi thuis. Mijn andere kind is mooi thuis. Ik ga straks naar mijn kleinkind en mijn dochter lekker eten. Wat is dat toch een genoegen. Dus mijn zoon en
Mijn man die zijn vanavond thuis met het eten. Nou, die hebben ook even vader- en zoontijd. Ik doe even moeder- en dochtertijd. Eerlijk verdeeld, toch? Nou, dat is belangrijk. Maar lieve mensen, brand kaarsen en stuur licht naar al die mensen die het nodig hebben. Of het nou hier in Nederland is of ver weg. Maakt niet uit. Stel je voor, je ziet een bericht dat in een verzorgingshuis corona is uitgebroken. Stuur licht en liefde. Zie jij een dokter waar jij de kriebels van krijgt? Net als dat kopje koffie met een illie of zo, geen idee. Nou, dan stuur je liefde naar die man toe. Maar bedenk ook, die man die doet uit liefde misschien wel zijn werk. Nou, heb ik daar wel 5 en 6 bij, want je hebt die Levi ook. En ik zei tegen mijn man, ik zei die man. Ik zei, sodomidroog, spurenkabouw. Ik zei, hij vorig jaar, en dat weet je als je dus naar Jinek kijkt. Vorig jaar heeft hij alle avonden bijna aan de tafel bij Jinek gezeten en verteld hoe en wat. En nu vertelt hij precies andersom. Nou, dat moet je eerst nog maar even bekijken wat voor scenario daaruit komt. Glasgow is heel belangrijk. Queen Elizabeth heeft even een filmpje gemaakt, boodschapje gedaan. Nou, dat kan. Ze had vorig jaar ook 2 boodschappen gedaan. 1 echte en eentje via greenscreen, via deepfake. Dus het valt niet te zeggen of het de echte was of niet. Daar gaan we nog meer zien. Hoe trots ze wel niet is op haar kinderen en kleinkinderen. Nou, super. Dat zijn tekenen dat niet de echte is. Jammer, het is zo. Wat nog meer zo was, wat ik ook hoorde over Glasgow. Klimaatconferentie. In de Zoom-meeting vertel ik wat eigenlijk de conferentie inhoudt. Want dat heeft niet alleen met het klimaat te maken. Heel veel vliegtuigen konden niet landen op het vliegveld in Glasgow. En die moesten uitwijken naar Edinburgh. Nou, zou je zeggen dat het even nog. Dat ligt niet zo ver bij elkaar vandaan. Maar als de rijke stinkert, wil je in de deur parkeren. En dan moet je op de achterste parkeerplek achteraan, liefst dan bij de andere winkel. Dus dan moet er weer een limousine komen en die moet jou dan weer brengen naar Glasgow toe. Allemaal extra kosten. Klimaattop, jongens. Er waren te veel vliegtuigen, privéjets, die aankwamen. Te veel. Ja, ze konden toch ook niet carpoolen? Vliegtuigpoolen. Ze konden ook niet met een lijn vliegen. We moesten allemaal handtekeningen uitdelen. Of daar hadden ze allemaal joelende mensen in het vliegtuig gehad. Dat kon ook allemaal niet. Het is wel de klimaattop. Dus we komen met ons privévliegtuig. Dat stellen wij gewoon beschikbaar. Dat geld wat we kwijt zijn. Omdat jullie zo graag willen dat wij het over het klimaat gaan hebben. Zodat jullie denken dat we de aarde redden. We doen nog een borrel. Goed. Ik hou op, morgen gaan we verder, maar dan hebben jullie in ieder geval al eventjes enig idee. Met winterdag heb ik 28 december, kan je nog steeds voor inschrijven, zeker de ochtend. De middag is bijna vol, de ochtend, daar is nog ruimte. Kost €25. Stel je voor dat het niet doorgaat, krijg jij een goodiepakket thuisgestuurd ter waarde van €25. Ga er maar vanuit dat je een goodiepakket krijgt. Want ik wil het heel graag organiseren, had ik al gezegd. En ik ga ook door met de voorbereidingen. We hebben alles al klaar, hoe we het willen, wat we willen. We hebben alleen nog niet een toiletwagen en een pagodentent besteld. Want, ja, daar komt een pagodentent. Ik ben achter een toiletwagen, want ik wil geen 100 mensen in mijn privé op een wc. Sorry, jullie zijn lief. Ik heb grenzen. dus... Eigenlijk ga ik er al vanuit dat er dan zulke strenge eisen zijn dat niet doorgaat. En mocht het wel doorgaan, nou, dan hebben we het feest van het jaar. Dan gaan we lekker knuffelen. Toen kreeg ik gisteren een vraag van een lieverd of ze wel mocht komen, want ze was gevaccineerd. Ja, maar als je nou een boosterprik doet... Houd dan even een rekening mee dat je 14 dagen niet mag knuffelen. En doe dat alsjeblieft ook niet. Staat ook in de bijsluiters van die boosterprik of dat je net gevaccineerd bent.
Dan heb ik liever dat je even wacht met komen. Ja, dan is die dag al voorbij. Maar dat staat ook in de bijsluiters, dat je dan besmettelijk bent. En dan hebben we echt liever even niet. Dan mag je gerust voor mij een goodiebag. Maar dan heb ik liever dat je thuis blijft. Sorry, dat zijn gewoon van die dingen. Als je nou zwaar de griep hebt, dan zeg ik ook tegen jou, dan heb ik toch liever dat je thuis blijft. En die verantwoordelijkheid moet je zelf nemen. Maar iedereen is welkom. Iedereen. Ik verwacht wel dat je weet hoe mijn gedachtegoed is. Ik verwacht van het publiek wat er komt, dat als ze komen en je wilt graag mij een knuffel geven, ik daar open voor sta. Wij dragen nooit en te nimmer mondkapjes. Op dit evenement ook niet. Hoe zwaar verplicht het ook gaat zijn. Niet. Doen we niet. Want ik wil graag jouw gezichtje zien. Want jij bent jouw gezichtje. Jij bent de ziel van jouw gezicht. Jouw gezicht is de ingang van jouw ziel. Niet alleen je ogen, ook je mond. De tanden zijn. Nee, mijn tanden gaan ook weer helemaal scheef staan. Jippie. Ik had eigenlijk helemaal geen beugel willen hebben. Achteraf gezien, toen wel hoor, maar nu niet. Nu gaan ze weer helemaal keurig scheef staan. Veel beter. Dus we hebben respect voor elkaar. Alleen je weet dat je op een feest van Lumeria komt. En ik verwacht dat je deze filmpjes ziet. En als er dan toch een gesprek even komt over hoe je over iets nadenkt. En dan verwacht ik liefdevolle hoffelijkheid en respect. Ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Die zijn welkom, maar besef je wel dat wij een heel ander gedachtegoed hebben. En ik wil absoluut op mijn feest niet felle discussies. Gaan wij niet doen. Wij willen verbinden en wij willen om het haardvuur en we willen samen genieten. Dat is het allerbelangrijkste. Maar let wel op, als jij net geprikt bent, je bent tot 14 dagen na de tijd, heb jij last van bijwerkingen, maar ook, en dat staat in de bijsluiters, maar niemand leest in de bijsluiters. Het staat gewoon in die Voldemort, dat je dan even uit de buurt moet blijven van mensen. Echt waar. Dat zeggen ze niet, want ze willen juist dat die Voldemort zich verspreidt en verspreidt en verspreidt. En daarom zijn wij organic people iets gezonder dan die andere people. Daarom liggen daar de ziekenhuizen mee vol. Wat ook de verpleegkundigen zeggen op de Telegram groepen. Massale brieven gekregen. Allemaal gedeeld op Telegram. Wil je wat weten, ga je naar Telegram. www.lumeria.nl kan je ook voor allerlei leuke ondersteuning vinden. Ook kaartjes. En geef iedereen licht en liefde. Dat is belangrijk. Dag lieve mensen. Ja, want ze moeten echt aan het werk.